Paul van Aalbel van de Radboud Universiteit. Jij doet onderzoek naar protocollen in de EV-charging. Hebben we er zoveel dan? Minstens 9. Ik weet ze niet allemaal momenteel te noemen. Noem eens wat afkortingen. Okay, dus we hebben... Vertel even kort wat ze doen. Oké, okay. We hebben om te beginnen ISO 15118. Dat is voor communicatie tussen de auto en de laadpaal. Ja. Maar dan hebben we ook Mode 3. Dat is ook voor communicatie tussen de auto en de laadpaal. Dat is een oud protocol. Dan hebben we voor communicatie tussen de laadpaal en de Charge Point Operator hebben we OCPP in 3 verschillende versies en 2 verschillende uitvoeringen qua hoe ze communiceren. En die doen prijzen of? Die doen prijzen, laadsessies, authenticatie van de gebruiker. Ja. Ze doen gewoon alles wat er nodig is om een laadsessie op te zetten. Okay. Maar dat communiceert met de Charge Point Operator. Ja. Maar jij als bestuurder, jij hebt een contract met een e-mobility service provider. Nou, die hebben helemaal niks daarmee te maken. Dat is een apart protocol weer dat tussen ChargePoint Operator en MSP. En dan hebben we de Open ChargePoint OCPI, de Open ChargePoint Interface. Ja. We hebben wat doet dat? Dat is de communicatie voor diezelfde laadsessies, maar dan dus tussen ChargePoint Operator en EMSP. Dus als jij een laadsessie start, dan gaat er van je laadpaal via OCPP een commando naar de ChargePoint Operator en dan via OCPI een commando naar de e-mobility service provider en die zegt dan terug, dit zijn de prijs. Dit is de prijs, deze persoon mag laden, dat gaat weer terug naar de... Daar zijn allemaal protocollen voor. En dus tussen CPO en EMSP, dat is het grootste moeras. Daar hebben we OCPI. We hebben OICP, we hebben OCHP, we hebben OCHP direct en ik weet niet of ik dat nog... En werkt dat? En werkt dat dan samen? Kun je laden bij elke laadpaal in EMSP? Ja, wij kunnen laden en dat zijn allemaal die 9 protocollen die op de achterkant zitten. Nou, jij doet onderzoek naar de veiligheid daarvan. Hoe veilig zijn die systemen? Wil je een eerlijk antwoord? Een heel eerlijk, oprecht, gewoon duidelijk antwoord op zijn Nederlands. Deze protocollen zijn ontwikkeld in eerste instantie door mensen ongehinderd van enige kennis van zaken van beveiliging. En het is aan het beteren. OCPP 2.0, de nieuwste versie van OCPP, maakt echt hele grote stappen vooruit op het gebied van beveiliging. Maar jij bent nog steeds aan die laadpaal aan het tippen met een simpel RFID-kaartje dat 13 jaar geleden al eigenlijk stuk was. Dus er zijn hele grote stappen te zetten voordat dit acceptabel is. Op een niveau dat we denken van, ja, dit kunnen we uitrollen in heel Nederland, in heel de wereld. Van dit gaat niet stuk, dit valt niet om. Als een hacker besluit van, ik wil vandaag even heel Amsterdam uitzetten, dat niemand meer kan autorijden. Momenteel zou ik mijn hand niet ervoor in het vuur steken dat niet kan gebeuren. Dus er zijn hele grote stappen te zetten op het gebied van beveiliging. Ik ben dus ook heel blij met zo'n initiatief als dit, dat er daadwerkelijk eens een keer actie wordt ondernomen en niet alleen maar wordt opgeschreven van ja, we hebben deze eisen en dat het nooit daadwerkelijk geïmplementeerd wordt. Ja. Weten wij dat in deze industrie? Als je bij eViolin praat of zo, dat is een organisatie die dan die laatste paar operators zeg maar verzamelt. Weten die hoe rampzalig het is? Nou, of zijn er mensen binnen die organisaties die dan wel weten en waar nooit iemand naar luistert totdat er eens een keer een goede hacker aan de gang gaat? Dus ik ben academicus, ik overdrijf het misschien een beetje, maar vanuit mijn oogpunt is het allemaal compleet stuk en dit is waar zijn we mee bezig? Maar als het voor de industrie werkt, snap ik dat ondanks dat je bewust bent van... If it's not broken, don't fix it. Als het allemaal werkt en als het allemaal, ondanks dat het beter kan, is er niet echt per se incentive om het beter te maken. Want, dus 2 jaar geleden hebben Duitse hackers gedemonstreerd van ja, we kunnen die laadkaarten klonen. En ja, deze implementatie van dit protocol is stuk en daar kunnen we op inbreken. En is er nou echt iets gebeurd? Nee, niet echt, want we gebruiken nog steeds dezelfde laadkaarten. Ja, ook de OV chipkaart is ook gewoon hartstikke makkelijk te hacken. Ja. En die gebruiken we ook met miljoenen mensen. Maar dat is een goede analogie die je dat trekt. Want het ecosysteem is vergelijkbaar. Maar de OV-kaart, als je Translink mag geloven, is niet per se heel erg problematisch dat die zo makkelijk te hacken is. Want ze detecteren fraude gewoon in hun backend. Je wordt beboet. Er zijn geen grote gevallen van fraude. En zijn met hier. Wat maakt het uit dat je een charge, dat je een kaartje kan dupliceren en dan op een gegeven moment dat het meerdere keer gebruikt wordt. Op een gegeven moment zie je dan gaan we dan in de back-office, gooien we dat kaartje er wel weer uit. Ja, precies. Dus wat dat betreft zeg ik ben academicus. Ik zie alleen maar het doemscenario. Dus, maar ik snap ook wel dat de industrie af en toe zoiets heeft van
Ja, maar zo stuk is het allemaal niet. Ja, dus we moeten versie 3 maken en dan moeten we eigenlijk serieus aandacht geven aan de security kant van de zaak. Ja, in volgende... En al deze protocollen zijn nog niet uitontwikkeld. Er komen gewoon volgende iteraties van de protocollen. En ik heb er ook goed vertrouwen in dat in die nieuwe iteraties de beveiliging steeds beter wordt. Ja. Hoe snel dat gaat en of we door de realiteit ingehaald worden qua als zeg maar heel Nederland vol staat met de oude laadpalen die niet veilig zijn. Ja, op een gegeven moment zul je ze moeten upgraden. Maar is het. Hey, jouw PhD, wanneer moet dat klaar zijn? Dat is een gevoelig onderwerp voor een promovendus. Maar het huidige plan is medio eind 2020. En wordt het dan openbaar? Of voor wie doe je dit? Nou, ik doe het vooral voor... dat klinkt heel cliché. De industrie? Ik doe het vooral voor de samenleving eigenlijk. Want ik wil dat het allemaal gewoon blijft draaien. Dus de meeste voldoening uit mijn werk haal ik door bij de industrie duidelijk te maken van wat is er stuk, wat kan er beter, hoe kan het beter. Daarom wordt jouw PhD openbaar dus? Ja, sowieso. Wat ik publiceer is al openbaar. Okay, jij hebt hier al wat tussenresultaten over gepubliceerd. Waar kunnen we die vinden? Op mijn eigen website, paulvanaubel.com. En we willen zien hoe rampzalig op dit ogenblik het huidige systeem is. Wat houtje touwtje aan elkaar gekoppeld wordt met protocollen die nog nooit zich zorgen gemaakt hebben over security. Dan kun je dus naar paulvanaubel.nl eens even kijken hoe het ermee zit. En dan werkt het nog gewoon elke dag. Dat is wel heel mooi. Is het erg genoeg om de security zeg maar af te wijzen? Ik zou zeggen, zolang het werkt, blijf het gebruiken. Maar laten we het gewoon een beetje, laten we er aandacht aan geven en een goede versie maken. Precies. Dankjewel. Dankjewel. Mooi.